De Eredivisie gaat weer beginnen. Een nieuw seizoen betekent ook een nieuwe seizoensgids. Voetbal International checkt of jouw club al klaar is voor het seizoen 2018-2019. De felbegeerde Steven Bergwijn is het grootste talent in de selectie van PSV. Zelf heeft hij meermaals aangegeven graag bij PSV te blijven, maar de voetballerij blijft onvoorspelbaar. Na een aardig seizoen waarin Bergwijn met goals en assist een belangrijk aandeel heeft in de landstitel van PSV, lijkt de buitenspeler klaar om een echte topspeler in de Eredivisie te worden. PSV versterkte zich vooral in defensief opzicht door Denzel Dumfries, Nick Viergever en Angelino aan te trekken. De verdedigers zouden bij de start van de competitie zomaar eens alle drie een basisplek kunnen hebben veroverd. De van Ajax overgekomen Viergever haalde al de landelijke media door in Voetbal International te stellen dat ze bij PSV wel weten hoe ze prijzen moeten winnen. Daarvoor zullen ook zijn achterhoede kompanen naar Eindhoven zijn gekomen. De drie kunnen zichzelf direct een dienst bewijzen door in de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen Feyenoord te verslaan in de strijd om de Johan Cruijffschaal. De grootste winst deze transferzomer van PSV is het behouden van de routiniers Jeroen Zoet en Luc de Jong. Met de contractverlengingen van de voorste en achterste man in het elftal blijven twee belangrijke pionnen aan boord van de nieuwe trainer Mark van Bommel. Zoet manifesteert zich als de echte leider van PSV en dat is wekelijks goed te horen op de hertgang. Als de keeper weer eens over het trainingsveld zijn ploeggenoten op scherp schreeuwt. Zoet en de Jong willen samen de Champions League in om de prestatie van 2 jaar geleden te evenaren. Toen behaalden ze samen de achtste finale en bleek Atletico Madrid pas na penalties te sterk. PSV is sinds het jaar 2000 het meest stabiele team in de Eredivisie. Zo blijkt uit het aantal vergaarde punten sinds de nieuwe eeuw. Gemiddeld pakken de Eindhovenaren maar liefst 2,25 punten per wedstrijd, waarmee het op een totaal van 1410 punten komt. Ajax en Feyenoord volgen op respectievelijk 1365 en 1183 punten. Het leverde PSV dan ook de meeste landstitels op deze eeuw, 10 maar liefst. Alle andere clubs volgen op ruime afstand. Ajax met 6 kampioenschappen en de andere 3 werden deze eeuw eerlijk verdeeld over AZ, FC Twente en Feyenoord. De meest complete seizoensgids ooit is vanaf 1 augustus te bestellen via de VI webshop, ligt 7 augustus in de winkel en wordt helemaal gratis opgestuurd naar de trouwe abonnee.